The tables have turned, yeah. 'Cause me and that way's a party. That kind of love was a killing kind. Cold Shot, dames en heren. De winnaars van de Grote Prijs 2009 met zangeres Danielle Hesterman. Het meisje met een stem als een orkaan. Dan hoop je, ingewikkeld chansement, dat ze een lappe tekst aanleveren. En een lekkere uitgebreide bio, dat je de tijd mooi vol kan praten. Nee, Danielle is wat kort van stof. Hele leuke meid hoor, daar gaat het niet om. Maar hier ligt een verbeterpuntje, denk ik. Dit kreeg ik aangeleverd. Repeteren met de band is meer loltrappen dan oefenen, maar toch wonnen we de Grote Prijs 2009. We vinden het leuk om ons nummer nog één keer te laten horen. Tussen haakjes, Rob, de rest mag je er zelf bij verzinnen. Dat kan je toch zo goed? Ik weet niks meer. Dag, ha 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 ha, 5 keer ha. Nou, sta je dan als presentator? Band nog niet klaar zijn of wat aan het stemmen en zo? Nou. Ik ben eventjes in het archief gedoken van de Grote Prijs. Het is tenslotte 20-jarig bestaan. En toen kwam ik ook nog iets anders tegen over de ontstaansgeschiedenis van de band. Ook weer met dezelfde humor geschreven van Danielle overigens. Dit is de ontstaansgeschiedenis van Cold Shot. Danielle hoorde toevallig van een vriend dat Tjerk wel kon drummen. En Tjerk vroeg Fokke of hij wilde bassen in de band. En toevallig had Fokke thuis een oefenruimte. Daarna werden Erik en Iris gevraagd. En toen, toen we voor het eerst bij Fokke gingen oefenen, was toevallig Raymond daar. Nou hadden wij nog een tweede gitarist nodig en Raymond die kon toevallig gitaar spelen. En de eerder genoemde Erik bleek toevallig heel goed in het bedenken van namen. En zo ontstond bij toeval de band Cold Shot. Nou, prachtig bedacht natuurlijk weer. Misschien nog leuk om te vermelden, de meeste leden van deze band komen uit 92 en dat was natuurlijk het ontstaansjaar van de Grote Prijs. Kennelijk was dat een goed muzikaal jaar. Drums, Tjerk Doedens, basgitaar, Fokke de Wit, elektrische gitaar, Erik Molenhuis en Raymond van Diepen, keyboard, Iris Münster en de lead vocals worden verzorgd door Danielle Hesterman. Het nummer heet Crying. Dames en heren, uw speciale aandacht voor Cold Shot. Spread away.